Ja, Dirk-Jan, ik heb een nieuw kozijn met prachtige openslaande deuren. En jij bent hier vandaag om de aansluitingen luchtdicht te maken. Ja. Luchtdichtheid, dat is belangrijk. Ja, luchtdichtheid is absoluut belangrijk. Luchtdichtheid heeft een aantal voordelen. Punt 1 is het energiebesparing. Punt 2 is het comfort. Gebrek aan luchtdichtheid, dat merk je door tochtverschijnselen en koude val, dat soort dingen. En het is voor je bouwkwaliteit, dus met verrotting en dat soort dingen in het achterhoofd, is het beter om te zorgen dat je geen naden en kieren hebt van je aansluiting van je kozijn met je bouwkundige wand. Ik ga eerst zorgen voor een schone naad, dus daar waar we de tape aan willen brengen, dat de ondergrond schoon is, zodat de hechting goed komt. En daarom verwijder ik eerst alle pur en rotzooi, stof, alle ongerechtigheden, die haal ik netjes weg. Wat we nu gaan doen is zorgen voor een luchtdichte aansluiting tussen het kozijn en de bouwkundige wand. Dat doen we niet met pur of met kit, want die gaan na 2 of 3 jaar kapot. Dat doen we met een tape, met een band. In dit geval een overstukbare band. De materiaal is een beetje spinvliesachtig, dus de stukmortel hecht op de band zelf en door de perforatie ook door de band op de ondergrond. De lijmstof van de tape is vrij van oplosmiddelen, is zonder chemicaliën enzovoort. Dus het is het blijft een gebouw leven lang zitten en daardoor heb je ook een gebouw leven lang een luchtdichte aansluiting van je kozijn. Het voordeel van de tape is dat die gevouwen op de rol zit. Dus zo gauw je hem van de rol afhaalt, dan zit een gedeelte van de tape is omgevouwen en die plakt gelijk. En daardoor kan je heel makkelijk de tape aanbrengen op het kozijn zonder dat die al vervuilt met stof of dat die gaat plakken aan de wand, zou ik maar zeggen. Dus op die manier kan je heel goed die aansluiting netjes maken. Nou, je ziet al, het is een beetje gepriegel om het er nou netjes achter te krijgen. Als we dit nou bij het volgende kozijn weer doen, dan wil ik graag even erbij zijn voordat het kozijn geplaatst wordt. Want dan kan ik denk ik in 2 minuten het hele kozijn rond. En nu zijn we een aantal minuten bezig om het omheen te krijgen. Maar goed, het wordt er niet minder goed om. Dus daar hoef ik in ieder geval niet te onrust over te zijn. Ik heb hem nu goed op het kozijn geplakt. En wat ik dan nu ga doen is de bescherming achter de tape verwijderen. Zodat je hem op de muur kan plakken. En dat kan in dit geval met deze tape kan het zonder primer of zonder verdere voorziening kan hij zo op de kalkzandsteen geplakt worden. En dan zit hij gewoon 100% goed luchtdicht en blijft het vast. Dit is een hele goede kwaliteit tape, hè, van Siga. Ja, het is voor zover ik weet de enige leverancier die op papier zet dat de tape geen houdbaarheid heeft. Dus je mag de tape nu kopen en als je hem over, bij wijze van spreken 30 jaar van de plank pakt, dan pakt hij nog alsof hij nieuw is. Ik denk, dus dat geeft maar aan dat ze achter een product staan. En dat komt omdat er totaal geen oplosmiddelen of wat dan ook in de lijmstof zit die in de loop van de tijd vervliegt. Bijna bij alle producten, alle plakband verdwijnt in de loop van de jaren het oplosmiddel, zou ik maar zeggen. En daarmee verdwijnt ook de plakkracht. En dat is met deze tip dus absoluut niet zo. Ja, dus ze garanderen het eigenlijk levenslang. Ja, ze zeggen nog, het gaat een gebouw leven lang mee. Bij de onderaansluiting, daar denk ik dat we een andere tape gebruiken. Omdat de tape die we hier bij het stukwerk gebruikt hebben, die heeft een vrij brede plakrand. En die zou na het laminaat leggen, zeg maar, misschien in zicht komen. En dat is jammer. Dus ik heb eenzelfde gevouwen tape, maar die heeft een veel smallere omgevouwen rand. Waardoor je hem in ieder geval niet ziet straks. Voor sommige mensen lijkt het misschien wat tegenstrijdig. Aan de ene kant ga je aansluiting heel dicht maken en vervolgens zit daar een enorm gat voor ventilatie. Ventilatie is altijd belangrijk. In dit geval doen we de aansluiting, de luchtdichtheid van de aansluiting is hier denk ik veel meer voor bouwkwaliteit. Dus om te voorkomen dat je condens krijgt in je constructie en daarmee op termijn verrottingsverschijnselen. Voor je comfort zul je meer moeten doen. Dan is het niet alleen de aansluiting op dit kozijn, maar dan zijn het ook de aansluitingen van andere kozijnen, aansluitingen in je dak en wellicht ook op termijn nog het laten vervallen van je ventilatieroosters. En op een andere manier ventileren. Maar voor nu is het zo dat je in de nieuwe situatie beter kunt zorgen dat je goede dingen doet. Dat je niet achteraf spijt krijgt van joh, ik had dit of dat toch moeten doen en dan alsnog weer aan de gang moet. Ja, dus voor nu is het goed dat het hierin zit, in dit nieuwe kozijn. Ja, je hebt dit nu aangepakt, dan moet je zorgen dat je dit gewoon 100% doet. En als je over een jaar of over 2 jaar andere kozijnen aanpakt, dan ga je daar ook doen. En dan kom je in stapjes tot een complete luchtdichte schil, waardoor je dan op dat moment ook echt je comfort effect krijgt.